De laatste bocht nu door. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En die beide PD-kleuren die blijven vooraan. Buitenzijde Ian Stardust. Aan de reling zijde Ideal Boko. Plaats 3 nu voor Golden Girl JE. En Doutan Susie had even een moeilijk momentje. En zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Nu gaan ze er echt voor rijden. Binnenkant Misha Brouwer. Buitenzijde John de Leeuw. Helemaal aan de buitenzijde komt Dickie Hof. Midden van de baan nu voordeel voor Ian Stardust. Ian Stardust heeft de leiding overgenomen. Golden Girl probeert het aan de buitenzijde. Maar Ian Stardust gaat hier winnen. Ian Stardust is de winnaar. Tweede plaats Golden Girl JE. Derde is aan de relingzijde waarschijnlijk nog net Ideal Boko. Vierde aan de buitenkant Ghost Rider JC. Uitslag officieel, dames en heren. Koers werd gewonnen door de 1 Ian Stardust en John de Leeuw. Bas Kree was de trainer. 19-7 de winnende tijd. 19-7 dus de winnende tijd voor deze Ian Stardust. En Ian Stardust maakt deel uit van het, uiteraard van Stal PD, maar ook van het INI Syndicaat. En die zagen vandaag hun beide paarden in deze koers aan de start komen. En Ian Stardust is voorlopig hier in Groningen tweede koers, tweede zege. Althans in het jaar 2018. Want John, je begon heel rustig met hem. Dat was ook een beetje om een leerkoers mee te geven vandaag. Nou ja, stap nummer 1 is natuurlijk altijd een beetje riskant. Je hebt daar een klein, precies bij de in- en uitgang heb je een klein heuveltje aan de binnenkant. Maar hij stond op een gegeven moment ietsje te laag in check, dus ik durfde geen risico te nemen. En daarna ging het eigenlijk heel gemakkelijk. Althans, stalgenoot kwam nog er weer voorbij. En toen alles aan de buitenkant. Sterk. Ja, hij maakte het heel sterk af. Maar ga hem nu vooral even in bedwang houden, want Ian Stardust is nog steeds heel sterk. Een van de paarden dus die wellicht hier de sweepstakes kan gaan winnen. Dat duurt nog even, maar ze komen allemaal hier een keer oefenen. De paarden van Bas Kree als driejarige. En deze Ian Stardust is daar zeker een van. Gefeliciteerd John. En gefeliciteerd uiteraard het INI Syndicaat voor deze driejarige zoon van Offshore Dream uit Urania Stardust. Gefokt door Jan Scheffer. Inmiddels dus eigendom van Stal PD. Getraind door Bas Krebas en gereden door vaste rijder van dit paard John de Leeuw. Dames en heren, een groot applaus voor de winnaar van de KNHRV. Oftewel de Koninklijke Harddraverij Rennenvereniging Groningenprijs. Ja, dames en heren, zijn we officieel. Koers werd gewonnen door de 1. Ian Stardust. Tot dit moment voor de tribune met John de Leeuw. Binnen de tijd was 1:19:07. Tweede was de 5. Golden Girl JA. Derde de 4, Ghost Rider JC, het schilder neusje. Vierde aankomende de 3, Ideal Boko. En vijfde de 8, Downtown Susie. 1, 5, 4, 3, 8 is officieel. De auto is op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Ik begin met de galoppade van Haley Scott. Haley Scott begint daar achter de paarden. Uitgeschakeld nummer 2, galop 2 uitgeschakeld. En de snellere paarden die komen van de buitenkant. Drie sporen gaan ze de eerste bocht opzoeken. Aan de relingzijde ligt Dickie Hof met Golden Girl JE. Wordt nu door twee paarden voorbij gelopen. Eerst door Piero Carvenga en de nieuwe koploper, dat wordt Downtown Susie. Downtown Susie gaat de kop nemen. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Hij gaat als eerste de bocht door. Daarachter Piero Carvenga. Dan Golden Girl JE. Daarachter volgt Ghost Rider JC. En die wordt weer gevolgd door Ideal Boko. Achter Ideal Boko is het Ian Stardust. En daarachter sluit aan Axe Duter. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Alle paarden achter elkaar. Behoorlijk tempo in de koers. Tempo wordt gemaakt door Downtown Susie. Downtown Susie, Piero Carvenga. Daarachter Golden Girl JE. Eerste paard dat nu aan de buitenkant naar voren gaat. Is John de Leeuw zijn paard, Ian Stardust. Ian Stardust op de weg naar voren. En zo gaan de deelnemers zometeen de volgende bocht weer opzoeken. Met Downtown Susie aan kop. Tweede plek daarachter, Piero Carvenga. Derde aan de buitenkant inmiddels Ian Stardust. Vierde aan de relingzijde, Golden Girl JE. Vijfde ook in het tweede spoor is Ideal Boko. Gaat achter de trainings- en stalgenoot aan. Daarachter volgt Ghost Rider JC. En nu naar het tweede spoor in de start van het veld, Axe Duter. Zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Dan gaat Ian Stardust de leiding overnemen. Ian Stardust wordt de nieuwe leider. Is voorbij aan Downtown Susie. Aan de buitenkant komt nu Ideal Boko mee. Ideal Boko zal daar ook niet willen blijven liggen. Eens kijken hoe de heren dat op gaan lossen. Paarden inmiddels in de rechte lijn voor de tribune. Ideal Boko aan de buitenkant en Ian Stardust aan de binnenkant. En Ideal Boko neemt nu de leiding over. Gaan de laatste ronde in. Ideal Boko, Ian Stardust. Daarachter op plaats 3, Downtown Susie.
Ian Stuyters gaat iets van de reling af. Pols wil onmiddellijk dat gaatje in, maar dat gaatje is net even te klein en hij gaat weer terug. En zo gaan de paarden de voorlaatste bocht inmiddels opzoeken. Ideal Boko leidt. Ideal Boko, Ian Stuyters. Daarachter aan de buitenkant Golden Girl JE. Aan de relingzijde Downtown Susie. Daarachter ook aan de relingzijde volgt Piero Cavenga. Axe Tuter gaat makkelijk mee en daarachter Ghost Rider JC. En zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. En daar komt Ian Stuyters alweer. Ian Stuyters aan de buitenkant van Ideal Boko met zijn tweetjes naast elkaar. Daarachter probeert de rest van het veld aan te klampen. Twee paarden kunnen dat. Dat zijn Golden Girl JE en Downtown Susie. De rest op het moment even niet. Alhoewel Ghost Rider JC vanuit de start van het veld nu ietsje naar voren komt. En de paarden gaan de laatste 500 meter wat opzoeken. Leider is nog altijd aan de relingzijde Ideal Boko. Buitenkant daarnaast Ian Stuyters. Daarachter Downtown Susie. En daarachter aan de buitenkant is het Golden Girl JE. Paarden gaan de laatste bocht nu door. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En die beide PD-kleuren die blijven vooraan. Buitenzijde Ian Stuyters. Aan de relingzijde Ideal Boko. Plaats 3 nu voor Golden Girl JE. En Downtown Susie had even een moeilijk momentje. En zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Nu gaan ze er echt voor rijden. Binnenkant Misha Brouwer. Buitenzijde John de Leeuw. Helemaal aan de buitenzijde komt Dickie Hof. Midden van de baan nu voordeel voor Ian Stuyters. Ian Stuyters heeft de leiding overgenomen. Golden Girl probeert het aan de buitenzijde. Maar Ian Stuyters gaat hier winnen. Ian Stuyters is de winnaar. Tweede plaats. Golden Girl JE. Derde is aan de relingzijde waarschijnlijk nog net Ideal Boko. Vierde aan de buitenkant, Ghost Rider JC.